Hé, hey, je kan mij niet zo behandelen. Laat mij eruit. Nou, Ladybug, Cat Noir, bedankt voor je service. Ladybug en Cat Noir hebben zojuist een dode dief in politiehechtenis afgeleverd. Ik zal deze wereld veroveren en er een paradijs van maken voor vampieren zoals ik. Oh, het zijn deze twee weer. Zo verfrissend. Dat is het. Ik ga Ladybug ontvoeren. Ik heb het gehaald. Nu heb ik een vermomming nodig. Ah, dat zal wel lukken. Ga weg. Hallo daar, Ladybug. Luister naar mijn stem. En gehoorzaam mij. Ja, mijn duistere meester. Ga weg van mij. Ik ben nu verliefd op deze vampier. Dat is juist. Maar hoe kan dit gebeuren? Ladybug, wacht! Nou, beste kijkers, ik denk dat jullie hebben gezien wat hier is gebeurd. Welkom in mijn hol. Bekijk mijn sinistere plan. Jij en ik, Ladybug. We nemen samen de wereld over. Ik zal je gehoorzamen. Echt waar? Dat is geweldig. Oh, waarom ben ik zo verrast? Nu ben ik eindelijk klaar om mijn duistere plan tot leven te brengen. Volg mij, Ladybug. Ik kan niet geloven dat ze me zomaar dumpt. We waren perfect samen. Ach, ik ben zo'n idioot. Hoe kon ik haar zomaar laten gaan? Iemand, help! Ladybug? Goed gedaan. Alles verloopt volgens plan. Doe precies wat ik zeg. Vuur! Ja, meester. Wacht even, dit is zeer verdacht. Doe precies wat ik zeg. Kan jij ons helpen om erachter te komen wat er mis is met Ladybug? Vertel me wat je denkt in de reacties. Wat? Is ze onder hypnose van een vampier? Dit is verschrikkelijk. Het noodsignaal. Ik ben de koning van de wereld. Mijn excuses voor de onderbreking. Waar is die Ladybug? Oh, wat een cool uitziend pistool. Hé, jij. Doe je handen omhoog. Zie mijn vampirische krachten. Mijn kanon. Schiet nu op en maak hem af. Alsjeblieft niet. Het was gewoon een stomme grap. Wat een handig apparaatje. We kunnen het helemaal gebruiken. Chihuahua! Hawkmoth? Cat Noir? Waar ben ik? En waarom ben ik vastgebonden? Deze knopen zijn echt strak. Cat Noir, waarom ben je zo verdrietig? Het is Ladybug. Ze heeft me gedumpt. Psst, hey, jij. Vertel me. Moet ik proberen hem te helpen? Laat je antwoorden achter in het commentaargedeelte. Ach, prima. Wat wil je? Hier. Hier, dat is wat er met jouw Ladybug is gebeurd. Ik ben de koning van deze wereld. Dit is een absolute... Wil iemand ons alstublieft helpen? Hey. Dat is mijn superkanon. Er is geen tijd om uit te leggen. We moeten gaan. Wat is dat in vredesnaam? Volg mij gewoon. Okidokie. Het is ons eindelijk gelukt. Wat gelukt? Hey. Wat? Ah, daar zijn mijn schattige kleine poppen. Heb je je vader gemist? Hé, hou je handen af van mijn dierbare kinderen. Hier, ik denk dat ik één Akuma voor je kan missen. Bedankt, Hawkmoth. Ik kwam met... Hebbes. Goed, ga nu uit mijn zicht. Ik ga je redden, mijn geliefde. Ongeacht de kosten. Oh, wauw. Hardy Wynn is gearresteerd? Oké, hier is het politiebureau. En de politieagenten. Oh, ik weet het. Kom op. Ik was er bijna. Ik heb niets gedaan, ik zweer het.
Nou, 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 Hardy Win. Daar ben je. Huh? Cat Noir? Dat klopt. Ik kwam hier weghalen. In ruil voor een kleine gunst. Hartelijk bedankt, Poesje. Ik sta bij je in het kruid. Volg mij. Oeh, dat zal van pas komen. Ik ben rijk. Oh, ik ben fabelachtig rijk. Oh, wat een heerlijk gevoel van absolute macht. Ik heb geen bloed meer. Maar ik heb nog steeds zo'n dorst. Hier is wat vers bloed, mijn duistere heer. Meer bloed, alsjeblieft. Oh, leuk. Ugh, was dat werkelijk alles? Maar waarom ga ik niet gewoon... Oh ja. Welkom in mijn geheime schuilplaats. Wat moeten we ook alweer doen? Oh, nou, we moeten gewoon een kwade vampier verslaan. Nou, dat is mijn plan. Oké. Natuurlijk. Laten we eens kijken wat we hier hebben. Anti-Batboy dynamiet? No. Dat is niet genoeg. Wow, je hebt zeker veel spullen. Hoe zit het met dit pistool waarmee ik Cat Noir wilde neerschieten? Verrassing! Kus je kont, vaarwel. Maar we hebben een deal gesloten. Relax, ik maakte maar een grapje. Mijn anti-vampier zilveren kogel. Met de rest gewoon over aan een professional. Dus werkt het? Natuurlijk, gek. Waarom zou het niet werken? Buk, maatje. Je moet heel voorzichtig zijn met wapens. Probeer dat te onthouden. Bewaar hem altijd in de holster voor gebruik. Begrepen. Bedankt, Hardy. Let op, alle inwoners van Wow City. Kom hier, zodat ik je bloed kan drinken. Wij zullen gehoorzamen. We zullen gehoorzamen. Mijn hemel, onze hele stad is officieel gek geworden. Hey, wat is er mis met jullie? Waar ga je heen? Wat raar. Oh! Waar ben ik nu beland? Hallo daar, Cat Noir. Oh, hi Wednesday. Om te winnen moet je Dracula's eigen graf bezoeken. Je hebt het niet over die Dracula, toch? Ugh, katten zijn zo laf. Kijk, binnenin vind je wat je nodig hebt. Zie, de vader van alle vampiers. Oh nee, ik dacht dat je een grapje maakte. Ik maak nooit een grapje. Hier, deze heb je nodig. Pain, breng het tegengif. Nou, het lot van de wereld ligt nu in jouw handen. Cool. Thank you. Geweldig. Gewoon geweldig. Nou, eet smakelijk voor mij. Uw diner is geserveerd, mijn heer. Oh, het spijt me heel erg, Ladybug. Stop daar, jij bloedzuiger. Wat? Ugh, nee! Dit kan niet gebeuren. Oh, dat kan. Oh, je bent zo'n loser. We zullen zien wie hier de loser is. Mijn hemel, ik ben zo bang. Is dat echt alles wat je kunt doen? Ach, waarom kan ik niet winnen? Tijd voor het backup plan. Daar, neem dat. Oh, je bent zo angstaanjagend. Oh, dit doet zo pijn. Mijn arme rug. Oké, ik was nu net aan het opwarmen. Je kunt onmogelijk mijn vampirische kracht evenaren. Wauw. Is dat Akuma? Wie is de beste? Ik ben de beste. Oh ja. Wat was dat? Mijn handen bewegen vanzelf. Oh, dit is mijn kans. Schat, ik ben het, Cat Noir. Kom op. Probeer het te onthouden. We waren verliefd. Je moet het je herinneren. Wat vreemd. Het voelt alsof ik je al zo lang ken. Laten we de wereld redden. Samen. Ik hou van je, Ladybug. Wat? Huh? Oh, wat is er eigenlijk met mij gebeurd? Cat Noir. Oh,
Ik heb je zo gemist. Alsjeblieft, ik smeek je. Laat me voor deze ene keer gaan. Oké, vriend, je gaat regelrecht de gevangenis in. Slechte vampier, huh? Slecht. Huh? Mm. Hij heeft je gebeten. Wat? Oh. Nee. Echt niet? Oh, wat gaan we nu doen? Ik weet precies wat, mijn liefste. Wil je met me trouwen? Oh ja, yes. Dat wil ik heel graag. Oh, Tyler, dit is de beste dag van mijn leven. De mijne ook. Kom nu hier. Ladybug is nu officieel getrouwd met Tyler de vampier. Ze zien er zo goed uit samen. Ach, geweldig. Al mijn vrienden zijn geadopteerd en ik blijf hier alleen achter. Ik wou dat ik ouders kon hebben die zo cool waren als Ladybug en Tyler. Ja, vast. Blijf dromen, Lizzie. Ik blijf waarschijnlijk voor altijd wees. Nee, stop met dat te denken. Geef je dromen nooit op. Huh? Waar ben ik? Huh? Mama? Papa? Huh? Ah! Hm? Ah! Mam, pap, stop en laat het me uitleggen. Ach, luister nou naar mij. Ah! Geweldig, en ik was zo dichtbij. Hey, wat ben je aan het doen? Ladybug is zo'n loser. Dat was ik niet. Ik geniet gewoon van de frisse lucht hier. Ze weten veel. Oh, ik weet het. Wat een gek. Oké. Nu ben je in mijn greep. Hey, kijk. Ze wilde dat we haar adopteerden. Oh, echt niet? Het is Hawkman. Hou het daar. Oh, dat is niet goed. Zie mijn supersnelle vampierkracht. Klop, klop. Wie is daar? Gewoon mijn vuist. Kijk hem eens vliegen. Zo mooi. Vaarwel, Hawkmoth. We adopteren je. Helemaal. Kom hier, schat. Welkom in je nieuwe huis. Kinderen zijn zo'n grote verantwoordelijkheid. Ach, vertel mij wat. Babyflesjes, luiers. We hebben ons werk te doen. We hebben geluk dat ik goed ben in alles wat ik doe. Daar gaan we. Je krijgt de beste wieg ooit. Zie mijn meesterwerk. Tadaa! Oké, dat is alles. Ik geef het op. Hey, waarom gaan we niet? Oh ja, melk. Eeuw, nee. Onze kinderen zullen alleen bloed drinken. Ja hoor, het is melk of niets? Echt niet? Zeker wel. Hoe vaak moet ik je nog vertellen? Hallo? Oké, lieverd, dat was de druppel. Kawabunga! Wacht even, schat. Kijk, onze Lizzie is in slaap gevallen. Oh, is ze niet gewoon de schattigste? Slaap lekker, kleintje. Mama en papa houden zoveel van je. Hey, ga uit mijn weg. Wie is de populairste vampier van het land? Ik ben het. Papa is eindelijk weg, hè? Geweldig. He's been me right round. De kust is veilig. Tijd voor operatie Pinkbom. Mama zal van mijn nieuwe look houden. Ugh, op het slechtst mogelijke moment. Goed, goed. Ik ga nu eerst de wereld redden. Jij bent het. Alweer. Kijk, het is Lady Pink zelf. Oké, nu ben je er klaar mee. Ik snap het gewoon niet. Wat is er mis met mijn jojo? Probeer je ons te vermoorden met gelach, hè? Oh, zie je dit? Ja, dat was echt lastig. Maar laten we eens kijken hoe leuk je dit vindt. Oeps. Dat is hilarisch. Je maakt een grapje. Oké, geef mij maar even. Het gaat nu goed met me. Ik zweer het. Het is allemaal goed. Ben je nu een Barbie-imitator? Wat is hier aan de hand? Hè? Wat is
is er gebeurd, Tyler? Rust in vrede, mijn sinistere kunstwerk. Je bent helemaal roze. Nee! Ja, dat kan ik zien. Bedankt, Fluffy. Maar wie zit hier achter? Lizzie? Hallo daar. Uh-oh. Hou vol, jonge dame. Er is niets dat Lizzie leuker vindt dan snacks tijdens het spelen van videogames. Oh ja, de overwinning is van mij. Wie kan er nu niet winnen, hè? Oh, dit werkt gewoon niet. Hé, hey, jullie twee, ga wat schoonmaken. Oh, ik heb er echt geen zin in. Schatje, ik geef je deze ene waarschuwing. Auw, dit is zo vernederend. Oké, lieverd, je hebt er echt om gevraagd. Oh ja, wat ga je doen, hè? Gigi, wauw, het lijkt op dat het tijd is voor wat actie. Neem dat en dat. Oh. Dit zal je leren met mij te rotzooien. Ah, mijn nek. Bereid je voor om mijn kenmerkende aanval te proeven. Met een vleugje knoflook. Oh. Nu is het tijd om schoon te maken, lieverd. Je bent zo grappig, papa. Dat geldt ook voor jou, lieverd. Ik hoop dat je klaar bent voor breng je ouders naar schooldag. Waar zijn ze? Mama, kan je me horen? Neem dat, slechterik. Oh, het is mijn kleine Lizzie. Hallo. Ja, natuurlijk herinner ik het me. Ah, daar, in een minuutje. Ik denk dat ik in plaats daarvan papa moet bellen. Kom op, neem op. Gewoon verrukkelijk. Iemand, help! Wie durfde mijn diner te onderbreken? Lizzie! Oh, lieverd, maak je geen zorgen. Ik kom eraan. Hé, en ik dan? Dat was een geweldige presentatie. Nou, Lizzie, waar zijn jouw ouders? Nou, zie je? Ik denk niet dat ze komen. Lizzie heeft geen ouders. Ze is een wijs. Ik heb jullie hulp nodig allemaal. Laat een like achter, zodat mijn ouders sneller verschijnen. Durf je mijn geliefde dochter te bespotten? Ik zal dit niet toestaan. Het is een vampier. Papa, mama, ik ben zo blij dat jullie kwamen opdagen. Natuurlijk, lieverd. Hoewel het zwaar was, dit vraagt om een 10+. Oh, het lijkt erop dat je een modelstudent bent. Laten we dit vieren met een ijsje. Wil ik afspreken? Natuurlijk wil ik dat. Lizzie. Val me niet meer lastig. Plaag niet. Wow, rustig aan. We willen alleen maar helpen. En we zullen je helpen. Laten we eens kijken. Oh, het is haar vriend. Deze man nodigde onze Lizzie uit voor een date. Wauw. Oh, ik haal het. Ik zal je helpen, lieverd. Laten we eens kijken wat voor soort vent deze kerel is. Lizzie, ik ben het, Dirk. Mijn hemel, het is een echte nerd. Eerlijk gezegd, je hebt geen kans bij haar. Ach, oh prima. Gelukkig ben je ons tegengekomen. We gebruiken wat foundation om dit te verdoezelen. Ja, we hebben een roller nodig voor dit type huid. Oh ja, ik zal een echte schoonheidskoning van je maken. Met rode nagellak kan het niet fout gaan. Deze kleur staat je echt goed. Wauw, bedankt mama. Nou ja, ik wist niet dat de dingen zo slecht waren. Een felle lippenstift accentueert je glimlach. En voor de laatste hand wat zilveren glitters. Hoeveel dingen zijn er mis met jou, maatje? Heb je ooit je tanden gepoetst? Veel beter. Maar we moeten nog steeds voor je slechte adem zorgen. Ah, zo mooi. Relax maar, het komt goed. Ga naar weg. En hier komt de man van het uur. Kom, Lizzie. Hallo daar, schatje. Ik heb hem een paar modetips gegeven. Cool, toch? Nou, wat denk je? Vind je het niet leuk? Bedankt voor de bloemen, denk ik. Ja, het lijkt erop dat ik daarmee overboord ben gegaan. Wat heb ik verkeerd gedaan? Dit is niet eerlijk. Oh, negatief. Gewoonweg perfect. Ach, ik sta op het punt om te verhongeren hier. Pap, wat hebben we te eten?
Je kunt mijn maag horen rommelen, toch? Wow. Oké, lieverd, blijf kalm. Ik zorg voor alles. Er is geen kind dat niet van ontbijtgranen houdt. Tada! Ga je gang en eet smakelijk. Eeuw, goor! Waarom laten we je dit kookboek niet zien? Natuurlijk, als je denkt dat we dat moeten doen. Aha! Meng gewoon de ingrediënten en we zijn klaar om te gaan. Ben je klaar? Pap, hoe zit het met het deksel? Oh, dat hebben we niet nodig. Wat doen jullie hier? No. Oh, nee, nee, nee. Ik laat je 5 minuten met rust en dit gebeurt? Lieverd, laat me een burger voor je koken. Bekijk deze burger ninja aan het werk. Aha. Ja. Wauw, ik kan niet wachten om het te eten. Waar wachten we dan nog op? Wijd open. Eet smakelijk, lieverd. Mag ik misschien ook een burger? Ja, Zeker, lieverd. Zo lekker. Oeps. Sorry daarvoor. Lissy, probeer op je manieren te letten. Dat is mijn dochter. Wow, zo krachtig. Cool. Vandaag is het Halloween. En dat betekent dat het tijd is voor wat plezier. Lieverd, wat voor outfit is dit? Huh? Wie is dat daar? Oh, mag ik even kijken? Je bent nog te klein, lieverd. Laat dit over aan de volwassenen. Tihi, snoep op je leven. Ah, ik voel me niet zo lekker. Wat is er met hem gebeurd? Ik heb geen idee. Hoe dan ook, hier is je tractatie. Hoe durven ze mensen zo bang te maken? Ik denk dat ik je lesje moet leren. In terror. Mijn longen zijn niet meer wat ze waren. Je bent hilarisch, meneer. Bedankt voor het snoep. Oké, lieverd. Je moet een beetje rusten. Ach, jullie twee blijven mij in verlegenheid brengen. Wat bedoelden ze daarmee? Ik heb geen idee. Ja, dit is zeker lastig. Laten we eens kijken. Shrek en Fiona. Oh, wie zijn dat? Prima. Wat dacht je dan van Wednesday en het monster van Frankenstein? Geen kans. Dat weet ik echt niet. Ach, jullie twee zijn zo kieskeurig. Oh, nou hebben we het. Lissy, Prankster en Hardy Ween. Oh ja, dat is een geweldig idee. Leuk, laten we aan de slag gaan. Klaar, jullie zien er nu uit als een stel echte superschurken. Wow. Geweldig. Bedankt, lieverd. Nu is het tijd voor ons om aan de slag te gaan. Veel succes. Oh, dat klopt. Ga weg. Weet je, dit brengt me op een idee. Laten we dit doen. Dracula beroven in zijn eigen huis? Dit wordt de misdaad van de eeuw. Dit gaat een grote trek worden. Niet storen, hè? Laat me niet lachen. Wauw, kijk eens naar al dat spul. Oh, kijk ook eens naar die vent. Dat is raar. Oh jee, kom naar mama, mijn liefste. Wie durft mijn slaap te verstoren? Wow, rustig aan, vriend. Pranker, doe iets. Neem dat. Waarom? Dit is schandalig. Kom op, Hardy. Laat hem iets zien. Au, wacht op mij. Ga hier weg. Oh man, we zijn amper weggekomen. Hey, hoe komt het dat mijn arm zo'n pijn doet? Alles behalve dat. De vampier heeft me gebeten. Oh, Pranker, ik voel me niet zo lekker. Ik kan mijn ogen niet geloven. Hardy. Het is zo raar. Ah, ik word een vampier. Holy moly, dit is angstaanjagend. Wat moet ik nu doen? Ah, heet, heet, heet. Het licht, het brandt. Doe de gordijnen dicht. Natuurlijk, Pumpkin. Dit is zo nieuw voor mij. Huh? Wauw, die zijn scherp. Geen paniek, schat. Ik weet precies wat ik moet doen. Weet je zeker dat het zal werken? Nu je het zegt, dit kan ons de hele dag kosten. Laten we de tang gebruiken. Ik vind dit niet leuk. Kom op, nog een beetje meer. Nou, werkt het? Ugh, nee. Zo makkelijk geef ik niet op. Help! Au, ik denk dat ik hier mijn eigen tand heb gebroken. Neem dat, schurk. Nee,
Nee, spaar me. Ik smeek je. Hardy, red me alsjeblieft. Oh, dat was zeker een lang dutje. Hé jij, vliegende rat, blijf staan. Hou je me voor de gek? Oh, ik heb een idee. Hé, hey, bad boy. Hardy? Bekijk deze goocheltruc. Dit kan niet. Nu heb ik je in het vizier. Ik wou dat ik in een echte vleermuis kon veranderen. Wat gaan we nu doen? Geen idee. Hoewel... Ja. Dit wordt steeds vreemder. Daar ga je. Yeah. Nu kan jij ook vliegen. Wauw, dit is geweldig. Ah. Waarom heeft niemand me gewaarschuwd voor de nadelen? Ha, doe je goed, vleermuishoofd. De beste vampierjager van Troom City heeft altijd dienst. Doel gespot. Voorbereiding om deel te nemen. Hé, hey, zoek je problemen, vriend. Laten we eens kijken hoe leuk je dat vindt. Oh, hier ga je voor boete, jij clown. Bereid je voor om kruisboogschicht te eten. Nou, bereid je voor om de macht van mijn antivampierwapens onder ogen te zien. Au, mijn voet. Ik kan niet geloven hoeveel pijn het doet. Bestaat hij echt? Denk je dat het grappig is, hè? Hier, proef zo'n knoflook. Ah! Weet je, ik heb bijna medelijden met hem. Hé, hey, waag het niet om gewoon weg te lopen. Pranker, dit is een ramp. Oh, als je jezelf nu kon zien. Ach, kom gewoon met me mee, jij. Hier, kijk. Echt niet? Maar hoe zit het met meer geavanceerde methoden? Ik kan dit niet geloven. Helemaal niets. Misschien is het de fout van de camera. Ik heb een geweldig idee. Laten we gaan. Jij blijft gewoon hier. Ik doe al het werk vandaag. Wat is dat in vredesnaam? Oeps, mijn fout, mevrouw. Ik ben zeker onhandig. Ik snap het niet. Het is een geest. Ik wist het. Ze zijn echt. Wow, wat een coole speer. Oh, hier is de kluis. Kom op, jij. Ik bel de politie. Ik zal je helpen, Hardy. Hier gaan we. Oh, het is de politie. Tijd om vrij te komen. Je hebt het recht om te zwijgen. Oké, ik ga mijn mes even slijpen. Oh, oeh, dat steekt. Ik ruik eten, eindelijk. Kom hier, mijn kleine bloedzuiger. Waar ga je heen? Hé, hey, Pumpkin. Waarom doe je niet wat zachter? Daar ben je. Hé, hey, je kunt niet voor me vluchten. Gelukkig heb ik een kussen. Babbes. Au, hé, hey, stop ermee. Sorry, Pumpkin, maar ik kan het echt niet. Ha, volgende keer beter mikken. Hier kom ik. Ik was het bijna vergeten. Dat ik samen woon met een bloedzuiger. Oh, dit ziet er behoorlijk slecht uit. Oh, de dingen die we doen voor de liefde. Hardy, ik heb iets voor je. Hé, hey, waar ben je? Mijn vampier wordt gevoed en mijn vingers zitten nog aan. Er is niets leukers dan een romantische date met de liefde van je leven. Waar ben je, Pranker? Oh, oef, dat doet pijn. Volg gewoon mijn stem. Nou, wat denk je dat ik aan het doen ben? Ah! Oeps, nou dat is een beetje onhandig. Ah, daar ben je, Pudding. Ik heb je eindelijk gevonden. De bad boy kussen van alle mensen? Dat is een stap te ver. Sorry, ik meen het niet. Zin in oesters? Ew, nee bedankt. Maar die vind je geweldig. Nou ja, we kunnen tenminste genieten van mijn kenmerkende cocktail, toch? Nou, ik kan het proberen. Het is zo goor. Ew. Wat is er mis met dat meisje? Heeft iemand een pizza besteld? Oh, dat is beter. Het diner wordt geserveerd, mijn liefste. Wow, wow, wow. Rustig aan. Nou, eet smakelijk voor jou en mij allebei. Oh.
Hardy, kijk eens wat ik in de tuin vond. Koochie koe. Ja. Oh, wil je een snack? Ja, hè? Wat? Wat is dat? Dat is ons nieuwe huisdier. Ons huis stinkt bijna de hond. Oh, kom op, mopperkont. Ga door en leer elkaar kennen. Ik mag je niet. Hmm. En kijk me niet zo aan. Oh nee, vanavond is het volle maan. Ik wist het. Je bent een weerwolf. Ah, stop dit. Je maakt me bang. Binnenkort zul je veel meer zijn dan alleen maar bang. Iedereen weet dat vampiers en weerwolven dodelijke vijanden zijn. Ik denk dat ik haar kwijt ben. Help me, meester. Wat? Wow, wat gebeurt er hier? Kleine Bobo, wat heb je met hem gedaan? Je mag je huisdieren niet zo slecht behandelen. Hé, hey, wat is er met die geur? Oh, dat was niet mijn bedoeling. Nou, Pumpkin, ik denk dat het tijd wordt voor je avondeten. Helaas, zelfs een superschurk is niet immuun voor het verstrijken van de tijd. Hé, hey, gefeliciteerd met je verjaardag, Pranker. Doe een wens. Oh, ik ben niet meer wat ik vroeger was. Laten we dit nog eens proberen. Kom op, je kunt dit, Pranker. Net als in de goede oude tijd. Ik ben deze kaarsen beu. Oh, wauw, Pranker. Oh nee, pudding. Ugh, ik heb geen idee hoe ik op deze manier ben geëindigd. Het doet me zoveel pijn om je te zien wegkwijnen. Maar, hey, wat als ik... tot de dood ons scheidt en verder. Oh ja, het werkte. Je bent weer jong en kwiek. Kom op, laten we gaan en de wereld veroveren. Een ogenblikje. Het lijkt op dat oude gewoonte hard afsterven. Meen je dit? Juist, kom op. Dat is beter. Laten we gaan.